zeg maar, nog in Zeist in de Wurf. En ja, wat had ik dat nooit al besteed, denk ik. Nou, hij wint in de dressuurklasse L2. Dat is eigenlijk nog ja, het begin van de dressuurklasse L1. L2, nou, daarin had hij dan al een treien wedstrijd. Hij is van Velle, Krektos Hoogert, die hier Krektos Jetter zeggen. Hij is uit Walmina BL, dat is een dochter van Tjerk. Hij is van, probeert de Brouwer iets aan te slaan. Ik ken uit Noordvakkerslaag, van de Turk Brouwer en de vrouw die ik ken, en Barber weer bij de Friese Madrillen trouwens. Belangrijk in dit verband om dat even te nemen, denk ik. En hij slagen mij de Sifus Wiebesant, dat een hele punt op de Madrid voor de karren 82 heel. En in de tuurproef doe ik oorspant 84 heel. Mijn zoon heel als ziek, maar de tuur op zich, nou, dat is netjes. Maar hij is net in turen actief. Nee. Nou, meen ik nog op te vangen van Vijfde omroeper hier Bert de Ruiter, dat is hier bij de Meijer, die Marien hem en dat ben. De Horts Branders die toen heel kwaad een carrière in het Utsport aan had. Komen er eigenlijk zelf nog nooit in de zwaar die in het Utsport of niet ben. Dat heeft te maken met het feit dat de vriendin van Nico Meijer, de eigenaar van, van dat dek, dus, dat dat een heel begenadigde dressuurambassade is, die niet een onderfriese dek is, echt in de hegere regio. En in beginsel probeerde zij al die in de dressuur naar een bepaald niveau te brengen. En dat past in hun visie, denk ik, de tuur er net bij. Dat wacht ik dan maar op.